betrokken bij de Beekse Roze Maandag. Maar op de jubileumeditie, het 44-jarig bestaan, kan hij er niet meer bij zijn. Eind januari overleed oud-spreekstalmeester Guus Huilmand. Toch werd hij maandag niet vergeten bij de carnavalsoptocht in Beek. Voorafgaand aan het vertrek werd stilgestaan bij zijn overlijden. Daarna vertrokken 60 deelnemers voor een ronde door het dorp.